Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. René en Diana denken heel anders over een romantische strandwandeling. Lopen? Ja? Nou ja. Gewoon lopen niet. Oh, nou dan hebben we echt een probleem. Dus na 24 uur gaat de stekker eruit. Voor twee nieuwe vrijgezellen was het allemaal wel heel erg spannend. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Richard. Hi, Anne. Heeft Richard zijn zenuwen op tijd onder controle? Kun je beneden gaan zitten, dat is wel koeler. Buiten, want dit is, ja. Dit is een beetje te warm, man. Ik sta nou al te transpireren, joh. Ik zie het aan je. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. In een relatie, hè, als je bijvoorbeeld... Kijk, ik ben al 19 jaar echt alleen geweest. Ik heb ook zelf van mijn eigen geen kinderen. Het moeilijkste van mij is dus, als je dus iemand ontmoet zoals jou, je hebt kinderen. Uiteraard, de kinderen staan op nummer 1 voor jou. Dat is logisch. Ik sta ook op 1. En jij ook. Kijk, veronderstel dat je goed met elkaar overweg kan. En je zou een keer bijvoorbeeld bij jou thuis komen, ik noem maar wat. En je kinderen zijn daar, dan ga je kennis maken enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat ze mij leuk vinden of wat dan ook. De klik moet er zijn, zeg ik altijd. Ja? Als die klik er niet is, dan zeg ik al, ja prima, dat is jammer dan voor die kinderen. Maar mijn vriendin en ik, zeg ik dan, die hebben de klik wel en daar wil ik mee verder. Ja, zo zie ik dat dan. Hoor. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Natuurlijk staan mijn kinderen op 1, maar mijn kinderen willen ook dat ik gelukkig ben. En als dat is met iemand die hun iets minder leuk vinden, ja. Ze hoeven er niet mee te leven. Nee, dat is ook zo. Dat is en ook ik, zo. Ik denk dat mijn kinderen niet zouden zeggen van je moet ermee stoppen of wat dan ook. Ik denk juist dat ze tegenovergestelde zouden zeggen. Toch wel. Maar ik durf daar geen antwoord op te geven. Wat ik zelf zou... Je hebt je eigen natuurlijk aan het programma opgegeven. En wat vonden jouw kinderen daarvan? Ja, wel grappig eigenlijk. Ja, vonden ze het wel leuk. Ja. Ze gunden jou wel, omdat je dus een lang duur alleen bent. Om de ware weer eens te ontmoeten dan. Ja, ze willen niks liever dan hun moeder. Ik wil niet zeggen dat ik ongelukkig ben, maar gelukkig zie met een partner. Mm-hmm. Nou, dat is al een positief iets, moet je maar denken. Hè? Dat is een positief iets. Ja. Hey? Ja, en ik heb ook tegen hun gezegd van luister eens, hij ligt niet tussen de komkommers en de dingen bij de Albert Heijn. Daar kom ik hem gewoon niet tegen. Nee. Dus nee. Ik heb natuurlijk wel mensen, mannen leren kennen in de kroeg. Want ja, waar zie je ze anders als je ze niet bij de Albert Heijn vindt? Ja. En ja, helaas zijn er toch wel een paar mannen bij geweest die toen in die tijd gelogen hadden van ik ben niet getrouwd. Ja, dat zeiden ze, zei ze dat naar de ramp nee, of zo? Nee, dat zeiden ze niet. Waarom? Zeiden ze niet. Vrouw kwam erachter en toen was hij in één keer van aardbodem verdwenen. Op die manier. Ander telefoonnummer genomen, kon ik hem niet meer bereiken. Ja. Niet gewoon eerlijk vertellen. Ja, kijk, dat vind ik dus het shitste daarvan, dat ze niet eerlijk zijn. Hè? Ja, daar hou ik niet van. Dus, ik zei toch wel eens gekscherend tegen mijn vriendin, de eerstvolgende vriend die ik tegenkom, vraag ik aan om zijn scheidingspapieren te tonen. Ja. Bij wijze van spreken, want je gelooft gewoon niemand meer. Ja, je wil gewoon niet voor de gek gehouden worden. Nee. Als je die papieren toevallig hebt meegenomen, Richard, zit je voorlopig geramd. Bij het andere appartement lonkt de liefde voor twee nieuwe vrijgezellen. De eerste die reageert op die lokroep is Lisa uit het Brabantse Zon en Breugel. Zij is 22 jaar, werkt in een ijssalon en haar liefdesleven staat al anderhalf jaar in de vriezer. Het lukt mij niet om een leuke man te vinden, omdat ik altijd de verkeerde jongens aantrek. En dat is best wel lastig. En ik wil niet meer gekwetst worden. Dus ik houd eigenlijk van iedereen een beetje afstand. Vandaar dat ik me heb aangemeld aan dit programma. Mij leek het wel leuk om iemand anders een keer van mij een match te laten zoeken in plaats van ikzelf, aangezien het altijd verkeerd gaat. Gezellig. Die man waar ik naar op zoek ben, moet lief zijn, loyaal zijn en zorgzaam. Ik wil niet dat een man romantisch is, want dat ben ik zelf ook niet. Ik denk ook dat ik niet wil trouwen omdat ik heel veel mensen ken die gescheiden zijn. En dat ik het niet per se nodig vind om te trouwen. Je kan ook gelukkig zijn zonder te trouwen. Dat is mijn mening, ja. Lisa is dus lekker praktisch in de liefde. Nou eens kijken of dat past bij Edward uit Elst. Hij is personal trainer / model. En ondanks al die aansprekende eigenschappen toch dik een jaar single. Hoe is dat precies mogelijk? Met uitgaan krijg ik best veel aandacht. Festivals ook. Dus ik kom niks tekort, maar het gaat echt vooral om de liefde. Ik denk zelf dat het mij nog niet is gelukt, omdat ik zelf heel kieskeurig ben gewoon. Als ik één ding zie wat ik al niet aantrekkelijk vind, dan is het gewoon gelijk klaar voor mij. Ja, dat klinkt te hard, maar dat is gewoon zo.
En ja, ze moet gewoon een sportief lichaam hebben, dus niet te dik, niet te dun. Best wel figuur mag erop zitten. Ja, volle lippen vind ik ook heel belangrijk. Je hoeft niet de Donald Duck neppe lippen te hebben of zo, maar gewoon een beetje volle vind ik wel gewoon leuk. Zo, ja, dat is gewoon prettig. Oh my god, ik hoor iets. Ja, ik vind het wel belangrijk dat zij ook van sporten houdt. Niet dat ze de hele dag op de bank ligt of zo chips loopt te eten, daar hou ik echt niet van. De grootste afknapper is als ze zich als een prinses wil laten behandelen. Want je moet wel verdienen bij mij. Ik ga niet zomaar alles voor je doen, je moet wel echt verdienen. En qua uiterlijk, ja, als het echt klinkt hard, maar echt een plankfiguur is of zo, dan ja, dat vind ik gewoon jammer. Dus dat is niks voor mij. Misschien nog. Hey, Hoi. Oh mijn god, zo leuk. Zenuwachtig? Ja, ik was echt zo zenuwachtig. Ik heb het voor je meegenomen, leg het even hier nu. Oh, dankjewel. Ik heb ook iets voor jou. Ja? Chocolaatjes en een fles drank. Wat is je naam ook weer? Lisa. Oh, Lisa. En jouw naam? Edward. En je drinkt je wel? Ik drink wel, ja. Ja? Ja, ik heb champagne meegenomen. Ik heb witte wijn. Ik weet niet waar je van houdt. Ik vind alles lekker. Ja? Zit je nog op school ook verder of zo? Ik heb een thuisstudie Spaans. Spaans? En dan ben ik nou ben je ook al Spaans of zo? Ik ben Italiaan. Italiaans? Ja. Oh, leuk. Jij? Ik ben half Indisch. Echt? Indonesisch, ja. Oh, leuk. Niet mijn richting, hè? Kijk. Oh. Sportje? Ja, fitness. Elke dag. Ik ook. Echt? Dus daarom is de match wel goed gelukt, denk ik. Ja. Ik heb wel echt aangegeven dat ik iemand wilde hebben die sporten leuk vindt. Ja, dat had ik ook. Ja, dat vind ik wel echt heel belangrijk. Ja. Hoe lang sport je zelf al? Anderhalf jaar, sinds dat ik geen relatie meer heb. Oh, toen mocht je gaan sporten? Of, Ik keek in de spiegel en ik dacht, ik moet echt veranderen. Toen ben ik echt iets van 10 kilo afgevallen, denk ik. Weet je dat wel gewoon goed? Ja, ik eet heel goed eigenlijk. Ik eet ook helemaal geen vlees. Ben je vegetarisch? Nee, ik eet wel vis. Oh. Ja. Ik eet wel echt alles van vis. Ik vind alles lekker. Oesters, zalm, tonijn. Echt alles lekker. Oh, chill. Ik hoop echt dat we een leuke tijd gaan beleven. Ik ben echt benieuwd. Ja. Ja. Kijk, het moeilijkste wat ik zelf altijd vind, over contact leggen, weet je wel. Ik bedoel, ik ben al 19 jaar alleen en in die tussentijd zou ik best wel de vrouw willen leren kennen. Maar ik kan moeilijk die klik leggen bij iemand om wat af te spreken. Als ik nou bijvoorbeeld bij mij in Bern of zo op de Bergse Plaat gezellig zit, zou ik maar zeggen, op het terras. Dan zit ik daar met eentje, dan onder de mensen, dat vind ik gezellig. Een praatje maken, een beetje mensen kijken, vind ik ook leuk, weet je wel. Maar dan komt dus een leuke bediende. Maar het is voor mij altijd moeilijk om dan de band iets te zeggen tegen haar. Bijvoorbeeld van, nou luister eens van, god, als je het leuk vindt om eens een keer ergens wat te gaan drinken. Hey, als je klaar bent met werken. Ik heb dat, die zet die heb ik niet. Ik kan niet zo goed dat tegenover zetten van, tegenover een vrouw, zou ik maar zeggen. En dat vind ik heel moeilijk soms. En daarom ben ik ook heel lang al als single, zou ik maar zeggen. Ja, een beetje onzekerheid denk ik dat is. Ja. Maar ja, dat je gewoon echt op zoek moet naar jezelf. Maar dan leer je ook wel naar jezelf kijken. Want dan leer je ook een hele hoop van jezelf. Maar dan leer je ook uiteindelijk die onzekerheid weg te laten. Want waarom moet jij onzeker zijn? Ja. Lisa en Edward hebben op basis van hun gemeenschappelijke interesse voor fitness besloten om de champagne weer koud te zetten. En eerst maar eens samen te gaan zweten. Oké, niet veel praten, sporten. Is het echt lekker is? Zonder shirt sporten. Had ik wel willen zien hoor. Ik heb wel ooit zonder shirt gesport. Naakt. Ja. Wat zou jij het mooiste vinden om bij je vrouw aan te zien? Als je die billen maar goed in zit, vind ik het goed. Sexy. Lekker. Wat ben jij? Ik zei dat jij lekker was. Maar kijk of je het goed doet, toch? Hou iets dieper. Wat? Nee. Bij de buren is de vleeskeuring ook in volle gang. Richard en Annemarie gaan vanavond lekker gourmetten. Maar denken naast het vlees ook aan de vitamintjes. Iets van kant-en-klaar salades, weet je wel? Zo'n... Zo'n bakje, weet je wel, waar je salade uit kan pakken, ja? Kant-en-klaren. En welke dan? Ja. Gewoon zo'n vleessalade, of noem je dat wat alles? Die kleintjes die je ook op doosje doet. Ja, niet van die kleintjes, maar gewoon zo'n bakje, zeg maar. Ja, met waar je sla. Uit kan scheppen. Met sla. Ja, maar kant-en-klaren. Weet je wel? Ja, met sla of met salade? Met salade. Nee, zo lekker. Wat je ook op stokbrood smeert. Oh, wacht even, stokbrood. Die heb ik opgeschreven. Dus de kip curry of zo, dat is voor mij een salade. Ja? Maar een sla is zo'n bak sesarsla met tomaat en... Ja, zo'n kant-en-klaar bak is dat. Ja. Dat alle sla waar je eruit kan halen, ja. Krabsalade of zo, lus je krab?
Ja, dat lust ik wel, maar dan dat wordt voor mij te veel. Dus even nou niet meer naar mij kijken. Wat hierop staat, dat is een derde deel voor mij en de rest voor jou. Prima, prima. Doe voor mij nog maar een krabsalade. Nou, proost. Nog een keer. Even proeven, hoor. Is het rode wijn of is het toch iets anders? Ik vind het niet echt rode wijn, maar nou ja, het smaakt in ieder geval goed. Hij smaakt wel, ik wil zeggen, want zeg, proost. Ja, want wat voor type vrouw val jij? Ik val op blond. Ben ik, net zoals jij. Vind blond ik, met een grijze landingsbaan in het midden. Nou, ik vind bij jou nog wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Ja, als ik zo blijf zitten wel, als ik naar beneden... Ben je lang getrouwd geweest? Nee, eigenlijk maar 3 maanden. Dat is vrij kort. Ja, maar ben je dan na een hele korte relatie heel snel getrouwd? Want dan weet je toch al voordat je trouwt dat je toch niet helemaal... Ja, het was best moeilijk, want ik had 3 jaar in een relatie met haar. En na die 3 jaar hadden wij trouwplannen. En van haar familiekant uit zagen ze dan een beetje aankomen. Zou je het wel doen? Zou je het niet doen? Weet je wel. Ik heb gezegd, nou, we willen dat wel gaan doen en voort gaan zetten. Maar uiteindelijk, ja, helaas, het is uit niets uitgelopen. En toen zijn we maar uit elkaar gegaan. Dus ja. Zo. Ja, lekker wijntje. Niet te zoet, maar net goed. Godverdikke. Hé, wat een feest, jong. Proost, hè. Lekker genieten. Ja, zalig. De buren hebben ontzettend genoten van hun workout en het bijbehorende uitzicht. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ze verder kijken dan het uiterlijk. Dus mag Edward zich gaan bewijzen in de keuken. Okay, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Pasta opzetten. Oké. Okay. Hoe veel moet erin? Doe maar iets meer. Ja, zo is goed. En dan een beetje zout erin eigenlijk. Zijn we stoppen? Ja. Oké, stop. Nee, wacht. Je moest de pasta nog niet erin doen. Pas als... Oh, zeg nu pas. Oké, nou moet je een beetje boter in die pan gaan doen. Die ligt in de koelkast. Gewoon boter? Niet echt healthy, hè? Nee, die. Die gele fles. Ja, die. Niet zo heel veel. Nee, weet ik. Oké, dat is echt heel vet, hè? Zo toch? Iets meer. Iets meer? Ja, oké. Zet hem maar iets zachter dadelijk. Doe jij maar eerst. Ja, zo is goed. Ja? Ja. Nou, ik denk dat we maar eens moeten gaan beginnen. Ja, denk ik ook wel, hè? Voordat vanavond 12 uur is en we nog niet klaar zijn. Nou, maakt het uit, joh. Ik wil even mijn bril afdoen. Het gaat om het idee, hè? Ja, dat is waar. Kipsauteetje. Lekker, hè? Genieten, jongen. Oh, oh. Oh, shit. Bestek. Ja, ik denk zelf dat wij ook wel een klein beetje op één lijn liggen. Waar je zegt, ik ben echt een huismus, dus ik ook. Gezelligheid van thuis uit. Een keertje lekker even wat bestellen van huis uit. Lekker genieten. Ja, ik denk wel dat er dan een klein beetje overeenkomt, dat zou ik maar zeggen. Sorry, hè? Annemarie en Richard hebben een tafel bomvol lekker staan voor een avondvullend programma Gourmetten. Alleen heeft Frank om de datezenuwen te onderdrukken net iets te diep in het glaasje gekeken. Sorry, hè? Heb jij nou verbrand? Want je kwam bovenop die bakplaat weg. Ja, ik was een beetje te. Ach ja. Moet kunnen. Ik ga proberen om een eitje te bakken. Of mij dat gaat lukken. Oh. Nou, hij ligt erop. Hij ligt er wel op. Ja, leg dat op, dat bedoel je maar. Heerlijk.
Het warm, of niet? Och, vreselijk. Echt hoor? Nou, bij mij valt het nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Kom maar goed. Hé, hey, proost, hè? Proost, proost. Op het goede leven. Daar geniet ik nou van, hè, van dat Bourgondische. Wat jij zei, lekker gezellig, lekker uit eten. Van alles en nog wat, hè? Heerlijk. Alleen met salade wordt iets moeilijker, hoor. Ja, maar jij gooit echt alles op de bakplaat. Ja. Ook je sla. Wil jij nog iets anders? Water of nee, wat dan nee, ook? Nee, dat pak ik wel. Ja? Nee, heel even niks. Benieuwd hoe we die lucht er nog uit krijgen vanavond. Dat zal toch wel zijn, ja. Ik zit ook blauwe lucht. Ik ga even naar het toilet. Zo, voor de rok. Ja. Ongemakkelijke stiltes komen in allerlei soorten en maten. In dit geval legt verbazing de boel even plat. Maar bij de buren slaan de zenuwen zo toe dat er even geen woord uitkomt. Wat is je favoriete pastasoorten? Had je al gezegd, pennen, toch? Pennen, ja. Had ik niet gezegd, maar... Nee? Nee. Volgens mij. Ik weet niet meer. Zoveel gevraagd. Nee. Ik hou van pasta. We hebben echt veel gevraagd, hè? Dadelijk weten we gewoon alles van elkaar. Gewoon ja, meteen... Na één dag al. Gewoon de eerste 5 uur. Ja. Nou, normaal doe je het natuurlijk lang over. Als je gewoon ergens gaat zitten of zo. Als je normaal deed, weet je wel? Ja. En nu zit je gelijk met elkaar. Maar deed je wel eens? Ja, nee, heel af en toe. Nu deed ik dus helemaal niet meer. Ja, nu op dit moment wel met jou, maar ja. Zo gek, normaal weet je van tevoren als je me afspreekt al van alles. Dat je een paar weken ja, bent of zo. Ik heb nog nooit een blind date gehad. Nee, ik ook niet. Het is raar, hè? Ja, gek. Maar ja, het is aan het wennen. Ja. Muziek? Oh. Hebben we muziek? Nee. Oh. Hallo, even wachten. Hallo. Ja, de kust is veilig. Ja. Ja, lach maar. Hij gooit letterlijk alles op de bakplaat. Ook komkommer en salade en... Nee. Hij heeft ondertussen al 10 keer gevraagd nadat ik heb gezegd dat ik genoeg heb gehad of ik nog iets wilde. Oh, shit. Ik ken mezelf, Henry. Als ik die klik niet heb, dan... En ik heb hem echt wel de kans gegeven, want ik heb hem 100 vragen gesteld... en ik heb echt wel het gesprek met hem aangegaan, maar... Maar goed, niet geschoten is altijd mis, hè? Ik bedoel, het had de liefde van mijn leven kunnen zijn. Een goddelijke man, maar ja, helaas. Dat is een gok. Proost. Dus... Succes, maat. Oké, doei. Doei, doei. Edward heeft zo vlak na het eten ook dringend behoefte aan contact met thuis. Maakt Lisa zijn verwachtingen tot nu toe wel waar? Ewa. Hey, is het? Hey, is het wat? Ja, man. Zal ik even laten zien? Laat even zien. Ben je klaar voor? Ja, is goed. Heb je omgedraaid? Ja, is omgedraaid. Hoi! Zo! Ik word verlegen van jullie. Wat is haar naam? Huh? Wat is haar naam? Lisa. Hoe heet jij? Ik was serieus vergeten. Lisa heet ze. Blijf je nog een dagje? Ja, man. Zal ik hem mee naar beneden nemen? Jij hoeft niks? Ik hoef niks. Nou, neem ik ook geen stokbrood of dergelijk. Dan had ik het eventjes te veilen. Niks fris drinken of nee, koffie nee. Of wat ik dan ook? Ik pak dadelijk, man. Ja? Komt goed. Oké. Okay. Richard wil na dit grote genieten ook dolgraag even iets van zich laten horen. Zijn schoonzus heeft de eer om als eerste te horen of hij de liefde van zijn Bourgondische leven heeft gevonden. Met Harriet. Harriet. Hé, nou, hey, jongen. Hoe is het, jongen? Ja, ik heb het geweldig naar mijn zin, jongen. Het is echt een...
En vrouwen, spontaan, lekker kletsen, net zoals ik. Je hebt er een smeerboel van gemaakt, kerel. Niet normaal. Geweldig. Het komt echt wel een beetje over in dit moment. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. Ja, we zullen wel zien wat er bij de kant uitkomt, joh. Ja. Hey, we zien wel. Kleine kinderen geven ze een slabber om, maar hadden ze jou ook moeten geven eigenlijk. Nou, maak er wel van. Veel plezier nog. Is zeker, Riet. Goed zo, dan houden we het op. Hé, hey, groetjes. Doei. Adoe. Hoi. Bij de buren zijn de kansen op een connectie voorlopig een stuk groter. Er zijn voorzichtige tekenen van vonken en vlinders. En met de juiste vragen is de verleiding misschien zelfs binnen 24 uur compleet. Trek een dansmove uit de kast waarmee jij indruk hou nou schoon. Kunt maken op mij. Oké. Ik ga jou uitleggen wat zijn verschillende stijlen van dansen. Oké, vertel. Partnerdans. Je hebt salsa. 1, 2, 3, tik. Ja. En kizomba, wat ik dans, is eigenlijk altijd met de heupen. Dus dan swing je met de heupen. Hoe? Doe je abalancé. Ja, of bodyroll. Dus deze. Weet ik veel. Oké, ik wil goed. Ik ben. Voel je een fysieke aantrekkingskracht naar mij toe? Ja. Ja? Ja, je hoeft niet te zeggen waarom, het staat er niet op, dus. Nee, maar je bent gewoon knap, toch? Oh, dankjewel. Ja. Dankjewel. Zeerlijk. Weet je welke vraag dat is? Nee. Hoeveel bedpartners heb je gehad? Ik kan je niet vragen. Nee, oh, ik heb het Morgen in Lang Leven de Liefde is Annemarie wel opgewassen tegen een wilde nacht met Richard. Jij bent niet eens, hè? Nee. Maar je hebt wel lekker zwaar mee. Wak, 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 wak. Heb je goed geslapen?